Als ik nu nee zou drukken, dan zouden jullie mama haten. Ook dat ook nog is. Maar ik zou dat niet doen. Dus ik klik. Yo, kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. Welkom terug bij een nieuwe video op mijn kanaal, oftewel Rotjoch. En we spelen een nieuw spelletje. Het heet Will You Press the Button? Oftewel, het is heel simpel. Het is een soort, would you rather eigenlijk. Je krijgt twee keuzes. Eigenlijk krijg je één keuze van, zou je op de knop drukken? Van bijvoorbeeld, de eerste voorbeeld. We gaan er meteen beginnen. We pakken meteen het voorbeeld erbij. Het gaat als volgt. You can eat anything you want. And it will taste like your favorite food. Dus je kan alles eten wat je wil. En het zal altijd proeven naar je lievelingseten. Maar... is de flavor that altered, not the object. Dus, de smaak is van dat, maar niet het object. Zou je dit doen? Dan zeg ik, ja, ik zou het doen. Klik. Hoppa. Heel goed. Very good. En dan gaan we naar de... greatest dilemma, good or bad. Dit is een beetje saai. Gaan we naar de volgende. Dus het gaat dus als volgt heel simpel. Je krijgt een dilemmaatje en dan moet kijken of je het zou doen, ja of nee. You can travel to any fantasy or world of your desires for the remainder of your life. Je kunt naar elke fantasie of wereld gaan wat je wil. Maar, when you depart, everyone you have ever met in your past life dies and information linked to your killing is televised. Alcohol and any forms of erasing memories cannot be used. Oh! Dus je kan overal toe reizen wat je wil in de hele wereld, zeg maar. En op elke wereld. Maar, als je weggaat, ben je al je... iedereen die je kent, die gaat dood. En iedereen denkt dat jij degene bent die dit gedaan hebt. Dus eigenlijk zijn ze naar je op zoek. Dat ga ik niet doen, want ik hou van de mensen om me heen. I will not. Nee, doe ik niet. Is een goeie. Goed, volgende. Would you press the button? Zal ik het doen? Do you receive $10,000 for a day for the rest of your life? You must volunteer half of your waking hours to PETA. Dus je krijgt €10,000 per dag voor de rest van mijn leven. Maar ik moet ook elke dag, van mijn dag dat ik wakker ben, de halve dagen moet ik gaan werken voor PETA. PETA is voor dieren en zo. Maar dat betekent dat ik heel weinig vrije tijd heb. En niet meer kan YouTube, want daar heb ik gewoon geen tijd meer voor. Dus dan ga ik het niet doen, want ik wil graag blijven YouTube. Dus I will not. Ik ga het niet doen. Dat is gewoon niet wat ik wil doen. Ik wil gewoon lekker mijn eigen ding uitkiezen. Wat ik zelf wil doen voor de rest van mijn leven. Goed. Volgende. You can watch porn of anyone. Wacht even. You can watch porn of anyone or anything. You can watch porn of anyone or anything. You cannot have sex. Dus je kan altijd porno kijken of je kan geen seks hebben. Maar ik kan geen seks hebben. Dus ik kan geen seks hebben, maar ik kan wel alleen maar porno kijken. Dat ga ik niet doen. Sorry, ik heb liever seks. Dat is stomme. Ik wil stomme, want ik wil liever seks. Simpel is het. Oké, goed. You would receive a lifetime supply of meals from your favorite restaurant. Of you would lose your sense of taste and smell. Je krijgt een leven lang supply van eten en drinken van je favoriete restaurant. Maar je bent ook je sense, dus je kan niet meer ruiken. En je kan niet meer proeven wat het precies is. Dus waarom zou je dan... graag die meals willen hebben van je favoriete restaurant. Want je hebt er niks aan. Want je kan het toch niet van proeven. Kan je dit soort alles halen bij. Als je dit soort drol eet. Als je toch niet meer kan proeven. Dus I will not. Want dit is een hele stomme. Het staat ergens op. Want waarom zou je dan bijzonder van jouw favoriete restaurant iets willen hebben. Als je toch niet meer kan proeven. Dat slaat helemaal nergens op. Goed, volgende. You have the power to bring of peace and prosperity to all of the world. All advanced technology will be wiped from earth. Dit is een hele moeilijke. Je kan dus inderdaad peace, zorgen voor vrede en alles goed gaat op aarde. Vrede op aarde. Maar dat betekent dat wel alle technologie, dus computers, alles van de aarde gewoon verdwijnen. Maar dus wel voor altijd vrede. Ik zeg heel eerlijk, ik zou het doen. Ik doe het. Want ik wil gewoon vrede voor de hele wereld. Iedereen moet lekker met elkaar om kunnen gaan. Iedereen moet vrolijk zijn. Iedereen moet lief zijn voor elkaar. En iedereen moet van elkaar houden. Ik zeg doen. Ik klik op de knop. Ik vind het een hele goeie. Helaas geen telefoons meer. Maar goed, het gaat erom. Lekker vrede met z'n allen. Met z'n allen lekker leven in de jungle. Overleven. Dat is allemaal wel goed, jongens. Maar goed. You become the richest man in the universe. Rijkste man van het universum. Maar je bent je familie kwijt. Ook je vrienden. Ook je vriendinnen. En je bent voor altijd alleen. Je bent wel de rijkste man ter wereld. Maar je hebt al je vrienden, familie. En ook mijn vriendin kwijt. Jongens. Dit is heel makkelijk. Ik ga het niet doen. Ik hou heel veel van mijn vriendin. Ik hou van haar. En van mijn vrienden. En van zelfs van mijn familie ook natuurlijk. Dus ik zou het niet doen. Nee. Ik zou heel veel dingen niet doen. Want sommige dingen zou ik echt gewoon. Niet logisch, waarom zou je dat willen? Als je echt een aso bent en je kiest van ja, ik wil gewoon rijk zijn. Je kan teleporteren, maar je kan niet meer op airports komen. Je kan niet meer vliegen. Jo, tuurlijk, je kan teleporteren. Waarom zou ik willen vliegen? Ja, dat zeg ik tegen je vrienden, jongens. Ik zie jullie wel, ik zie jullie zelf wel weer, weet je wel. Op het eiland waar we heen teleporteren. Tuurlijk zou ik dat doen. Klikken dat knopje, jongen. Hartstikke makkelijk. Net als jullie gaan klikken. Nu meteen op het duimpje omhoog. Hartstikke plaats. Klik. Ik klik op good. En jullie klikken op like. Daar gaan we. 3, 2, 1 samen. En goed gedaan. Goed geliked. High five. 5000 views heb ik ook 5000 likes omhoog.
Ja? Ik hou jullie in de gaten, boys. Ik hou jullie in de gaten. Oké, okay, volgende vraag. Would you press the button? Gaan we op het knopje drukken. Je hebt de ability to play every instrument perfectly without no flaws. Je kan niet praten. Je kunt elk instrument bespelen perfect zonder... perfect gewoon zonder problemen. Kan je elk instrument spelen. Piano, gitaar, whatever. Maar je kan niet meer praten. Dat is een hartstikke makkelijke. Fuck dat gedoe met het instrument. Ik wil liever praten. Ik ben een YouTuber, dus I will not. Ik ga het niet doen. Nee. Tuurlijk niet, dat is wel top. Ik wil blijven praten, dat is belangrijk, man. Goeie. Would you press the button? Ga je op de knop drukken. Je kan teleporten, je kan overal naartoe teleporten in de wereld, maar je kan met niemand meer praten. Simpel, ik vind het belangrijk met anderen te praten. In mijn episodes, meestal mijn opnames, want ik meestal met mensen het opnemen, behalve Skywars, want ik wil niet teamen. Dus I will not, want ik vind het belangrijk om met mensen te kunnen praten. Goeie vraag. Was heel lastig, want ik zou heel graag willen teleporten. Het zou echt een hele leuke kracht zijn, overal naartoe kunnen teleporteren, maar ik kan niet praten met mensen. En dat vind ik veel belangrijker. Vrienden en familie vind ik veel belangrijker. Goed, volgende. You can be any superhero that you want to be. You will never be better than Aquaman. Je kan elke superheld zijn die je wilt zijn. Maar je zou nooit beter zijn dan Aquaman. Yo, ik wil superheld zijn. Dus die doe ik gewoon. Maar mensen zeggen dat Aquaman heel stomme held is. Maar dat valt wel mee. Aquaman is pretty cool. Hij kan alleen niet uit het water. Maar goed, het gaat erom dat je gewoon... Hè, superheld, man. Je redt de wereld, jongen. Wow, belangrijk. Volgende. You're able to sing and dance perfectly. And you become famous. But you're never going to eat junk food again. Het houdt in, je kan dus perfect zingen, perfect dansen en je wordt heel erg beroemd. Maar je gaat nooit meer kunnen zingen. Ofwel, je gaat nooit meer junk food kunnen eten, nooit meer patat kunnen eten, shit. Yo, ik klik op die knop, jongen. Als ik weer famous en beroemd ben, kan ik hele dure, gezonde eten kopen. Ik kan mij het schelen van het goedkope eten. Ik wil goed kunnen zingen en dansen, man. Zingen kan ik niet, dansen kan ik als de beste, joh. Kijk maar die Lino video van DDG. Volgende! You can live your life in the Pokémon world. Any region can come back to Earth at any time. Tweede vraag. Je bent Brock. En je moet de rest van je leven met Ash blijven lopen. Ah, dat is een goeie. Maar ik wil heel graag naar de Pokémon wereld. Dus ja, tuurlijk. Ik zeg doen. Je mag naar de Pokémon wereld. Wie wil dat nou niet? Kom op, man. Dat is toch een hele makkelijke vraag. Volgende. You can have the perfect body, whatever that is for you. Je kan het perfecte lichaam hebben wat jij ook leuk vindt. Maar je kan nooit meer eten. Ja, heel stom. Je hebt eten nodig. Als je niet eet, ga je dood. Zonder eten ga je ook nog niet het perfecte lichaam houden. Want het gaat er weg, dus ik ga het niet doen. Natuurlijk niet. Je hebt toch eten nodig, anders ga je dood, man. Dat is een stomme vraag, man. Volgende vraag. You can time travel back and forth as much as you want. Je kan dus de hele tijd reizen. Maar de time travel will always deduct from your remaining lifetime. Laat in dat het leven, als je zeg maar, blijft tijd reizen, dat je van je leven ook wel van je toekomstige leven afgaat. Ik zeg doen. Want ik ga dat natuurlijk niet vaak doen. Maar ik kan tenminste als iets heel belangrijks fout gaan en zo. Dan kan je het altijd goed maken nog. Dus je gaat sowieso niet naar voren. Dat zal ik echt niet doen. Wel terug. Dus ik wel terug te redden. Als iets erg gebeurt, iemand overlijdt of iets. Een ongeluk gebeurt, kan altijd terug. Dus ik zeg doen. Ja, tuurlijk. Ik zeg gewoon doen. Makkelijk. Kan altijd terug gaan. Stel je voor, je hebt een treinongeluk. Je wordt aangereden door een trein of een auto of zo. En dan ga je. Hop! Terug in de tijd. En dan wacht je gewoon. Oh, daar komt de trein aan. Jammer, ik leef nog. Dus ik zeg doen. Oké, goed. You can have all the money in the world. Maar er is geen internet. Je kunt al het geld hebben in de wereld, maar er is geen internetnet meer. Ja, dat is een goede. Internet is best wel belangrijk. En ik zeg nee. Nee, ik denk aan jullie alle kijkers. Ik denk aan jullie kijkers natuurlijk. Anders kunnen jullie natuurlijk niet genieten van onze leuke filmpjes. Dus ik ben liever wat armer, maar dat jullie wel internet hebben. Dus oké, dat is een goede. Volgende, you survived the world apocalypse. But the only people alive are Nicki Minaj en Justin Bieber. Dat betekent, jij overleeft de wereld apocalypse. Dus als de wereld vergaat, overleef ik het samen met Nicki Minaj en Justin Bieber. Nee, dat wil ik niet overleven. Nee, dat zijn allemaal geliefde mensen dood. En, oh, nee. Dat ga ik niet willen. Je kan in elke universum leven dat je wil. Maar je moet elk jaar een blikje wormen eten. Maar waarom zou ik in een ander universum willen leven? Dat wil ik helemaal niet. Ik leef hier prima. Nee, wil ik niet. Nee, I won't. Ik denk dat is een stomme vraag, man. Goed, you can make anyone fall in love with you. They will also do anything you ask. Dus iedereen valt verliefd op jou en ze doen alles wat je wil. Maar, you have to be the one that ends their lives. As well as the lives of your family. Dus je kan iedereen verliefd op je laten worden. En ze doen alles voor je. Maar uiteindelijk moet je wel hun dood maken. En je moet ook je familie doodmaken. Yo, heb ik al 1000 keer geantwoord. Waarom zou je dat willen? Weet je, het is toch leuk als er gewoon 1 persoon verliefd wordt. En met die persoon word je gelukkig. En dan hoef je hem ook niet dood te maken. Nee, ik ga dat niet doen. Nee, ik wil gewoon 1 vriendin. Die ik heel lang heb al.
tussen. En daar wil ik gewoon gelukkig mee worden. En ik ga er niet willen doodmaken. Oké, volgende. Je kan een videogame maken wat jij wil. Maar alleen maar over na te denken, dan wordt het. Maar de soundtrack moet alleen van Justin Bieber en Nicki Minaj zijn. Alleen, yo, Justin Bieber maakt vet goede muziek op het moment. Nicki Minaj vind ik ook niet slecht. Waar die haat vandaan komt tegen hun, snap ik ook niet. Maar je kan wel elke video maken uit je gedachten als je dan denkt. Awesome! Een 3D Pokémon virtual reality maken? Man, tuurlijk doe ik dat. Come on, wie wil dat nou niet, man? Easy peasy, dat is een hele makkelijke vraag. Goed, you will live with the love of your life. With the love of your life, dat verkeerd geschreven, maar. You will die before them. Oké, het gaat in dus. Het volgende is, je gaat leven met de liefde van mijn leven. Maar je staat voor degene sterven. En heel veel mensen denken, ja, waarom zou ik het erg vinden? Nou, dat betekent dat jouw liefde van je leven moet gaan leven als jij dood bent nog zonder jou. Dus jij met haar liefde van je hebt haar liefde van haar leven en jij sterft voor haar. Dus zij gaat nog een paar jaar moeten doorleven met pijn. Maar dat betekent wel dat ik de rest van mijn leven met haar kan leven. Ik wil dat wel. Ik wil met de rest van mijn leven met mijn liefde van mijn leven leven. En dan sterf ik maar eerder. Anders is het toch 50-50. Of zij of ik. Het is 50-50. Dan ja. Fuck dat. Goed. You can have any superpower you ever want in your life. Elke superkracht die je wil. Maar you have to marry your worst enemy. Dus je moet trouwen met mijn slechtste vijand. Yo, als ik een superpower krijg en ik moet met mijn slechtste vijand trouwen, dan maak ik diegene gewoon dood. Pam pam, krijg ik de erfenis daarvan. Hatsie flatsie, ik verstopper de. Ja, klaar. Ik doe het wel. Doen. Ik wil gewoon superpower. Als ik toch zo krachtig ben als ik wil. Haha, ik wil de kracht dat ik altijd kan scheiden wanneer ik wil. Zonder problemen, dat is mijn superkracht. West side. Oké. You will have the je kan de ability met animals te praten, met dieren te praten, maar dan kan je niet meer met mensen spreken. Dat is een stomme vraag, tuurlijk niet. Waarom zou je dat willen? Je kan alleen maar met dieren praten, maar niet meer met mensen. Waarom zou je dat willen, man? Goh, mijn Tumblr krijgt 900 volgers, maar I'll go went to high school with you. Nee, ik ga het niet doen, ik hoef geen Tumblr volgers. Rot op mijn Tumblr. Nee, gaan we niet doen, slechte vraag. En dan gaan we naar de allerlaatste vraag van vandaag natuurlijk. De allerlaatste is, you become incredibly wealthy and world hunger, AIDS en malaria. All poverty will cease to exist. Dat betekent, je wordt heel rijk en AIDS is niet meer, hongersnood is niet meer en malaria is niet meer. Dat gaat allemaal weg, al die ziektes. Maar you have to fund the relief with your newfound wealth, leaving you less than when you started. Het houdt in dat je dus inderdaad, dat ik heel veel geld dat ik had, dat het weggaat en dat ik minder geld dan dat ik nu zou hebben. Dus je had heel veel rijk geweest, maar daardoor door je rijkdom heb je wel gezorgd dat al die ziektes, al die nare ziektes weg zijn. En dat betekent dat jij arm gaat worden. Yo, ik wil dat. Als ik daar de hele wereld mee kan redden en verbeteren, en heel veel mensen mee kan redden. Als ik nu nee zou drukken, dan zouden jullie mama haten. Oh, dat ook nog eens. Maar ik zou dat niet doen. Dus ik klik, dat doe ik, jongens. Dat was mijn allerlaatste vraag van deze keer. Van will you press the button? Vond je het een leuke video? Doe even lekker een duimpje omhoog. Hartstikke awesome zijn als we de 2000 likes kunnen halen. Daar zou ik super blij mee zijn. Met de laatste tijd halen we de 1000. En dat betekent dat we helemaal omhoog gaan. Ik wil richting de 2000 likes gaan bij elke video. Hopelijk gaat het jullie lukken. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Laat lekker een blauw duimpje achter omhoog. En ik zie jullie graag in de volgende video. Laat het me als eens zien. En natuurlijk, peace.